deze opening van het Cruijffkoord. Misschien is het handig om mezelf even voor te stellen. Ik ben jullie presentator. Ik probeer jullie een beetje door deze middag heen te leiden. Ik ben Ilko Vollema, werkzaam bij de LaSalle. En ik wil jullie alvast aangeven dat we deze middag natuurlijk het formele gedeelte hebben. Maar ook dat we deze middag met z'n allen lekker aan het bewegen gaan. En natuurlijk ook lekker gezond gaan happen. Ja, we zijn hier een project begonnen voor onze jongeren om zo gezond mogelijk te leven. Dat wil zeggen jongeren stimuleren tot niet roken, gezonde voeding en vooral bewegen. En rondom dat bewegen hebben we elkaar gevonden. We hebben een aanvraag ingediend voor een Cruijffkoord. Onze jongeren hebben een rap gemaakt, die hebben we opgestuurd. We hebben meegedaan in die wedstrijd en we zijn uiteindelijk tweede geworden. En waar het geresulteerd heeft in dit prachtige Cruijffkoord. LaSalle heeft een paar jaar geleden meegedaan aan de verkiezing, de sportiefste zorginstelling van Nederland. Hebben ze toen niet gewonnen, maar zijn wel hoog geëindigd. En we hebben toen alsnog contact met ze opgenomen. En het voldoet gewoon aan alle criteria van samenwerking, maar ook van behoefte. Dat we hier nu staan om dit mooie veldje te openen. De rep van de jongeren, want daar gaat het ons om. Dat was voor ons ook een reden om te zeggen, nou daar gaan we met z'n allen voor om te zorgen dat er een Cruijffkoord komt. Ja, de Cruijff Foundation is 15 jaar geleden opgericht door Johan Cruijff. Met als doel om structureel via sport iets te willen bijdragen aan de jeugd. En in 2003 zijn we met het eerste Cruijffkoord begonnen. Niet wetende dat het zo'n succes zou zijn. En dit is alweer bijna het 170ste Cruijffkoord dat we openen vandaag. Zeker, dat Cruijff Foundation draagt een groot gedeelte bij. Maar de samenwerking vanuit de koraalgroep en de gemeente en sponsoren, die hebben ervoor gezorgd dat het Cruijffkoord gefinancierd is. Wij zien sport echt als middel, dus het is niet ons voornaamste doel om hier allerlei talenten te trainen of voor te brengen. Nee, wij vinden dat sport een middel is om ook de jeugd wat te vertellen over integratie, respect, verantwoordelijkheid, initiatief durven te nemen. Allemaal thema's die op een sportveld van toepassing zijn, maar wel met als doel dat ze het ook naast het veld, gewoon in het normale dagelijkse leven, in de klas, op school, op straat, ook gaan overnemen. Dus het is ook een plek waar je via sport de jeugd een stukje bij wil brengen qua opvoeding. Nou, dat het echt gebruikt wordt, daar ben ik van overtuigd. De Michaelschool gaat het uiteraard gebruiken in een sportles. In de dagelijkse gymlessen zullen we zien dat het Cruijffkoord gebruikt gaat worden. We hebben dit jaar enkele zeer enthousiaste medewerkers gehad die uit eigen initiatief een voetbaltoernooi hebben georganiseerd. Waarin we zagen dat groepsleiding samen met de jongeren hier trainde, daarna de wedstrijden speelde. Echt een heel mooi enthousiasme, een heel mooi initiatief. Ik heb met die medewerkers, daar heb ik mee gesproken, die heb ik ook bedankt. En ik heb gekeken met hoe kunnen we dat uit gaan bouwen. En volgend jaar gaat hier tussen de verschillende afdelingen echt een competitie gehouden worden. We gaan dat in eerste instantie doen met de Michaelschool, de onderwijsvoorziening hier op het terrein. En we gaan in overleg met Buursport Boksen om te kijken van hoe we optimaal gebruik kunnen maken van het Cruijffkoord hier op het terrein. Nou, ik denk dat wij sowieso contact houden om te kijken hoe de activiteiten op het Cruijffkoord plaatsvinden. We zullen ondersteunend zijn in het onderhoud, wat er het beste kan gebeuren, maar vooral om te kijken hoe we sportactiviteiten voor de jeugd misschien nog meer kunnen stimuleren. En op wat voor manier dat is, dat zullen we met Peter en met Marjolein en de mensen van de LaSalle zeker gaan uitwerken. 1, 2, oké, 3! Ja, het grootste verschil wat je direct ziet is de afmeting. Dit veld is iets kleiner dan de veldjes die in de wijk liggen. Plus hier ligt een atletiekbaan omheen. Wij noemen dit ook een aangepast Cruijffkoord. Omdat we voor realisatie met de instelling gaan zitten. En dan vaak ook een vertegenwoordiger van de leerkrachten, van de cliënten zelf. Om te kijken waar is nou behoefte naar. En de aangepaste veldjes hebben niet altijd kunstgras als ondergrond. Dit toevallig wel. Maar in dit geval dus een atletiekbaantje eromheen. Mocht het een instelling zijn voor kinderen die rolstoelafhankelijk zijn, dan zul je zien dat de ondergrond anders is. Dat er misschien ook wat hellingbalen zijn, zodat je ook spelenderwijs het rolstoelgebruik kan trainen. Dus op die manier richten wij dit Cruijffkoord in en is het dus net iets anders dan de Cruijffkoorts in de wijk. Dankjewel.
Ja, we hebben verschillende projecten op de Cruijffcourt. Het eerste is een straatvoetbaltoernooi, waarbij jongens en meisjes uit heel het land afkomstig van de Cruijffcourt aan deelnemen. We hebben ook een programma om de jongeren participatie te stimuleren. Dus dan leiden we de jeugd op om zelf een evenement hier te organiseren. Dus met als doel dat we de jongeren wat bijbrengen, maar ook dat ze zelf verantwoordelijk zijn om iets aan de buurt en de wijk terug te geven. En het nieuwste project, waar ook een lespakket aan gekoppeld is, is schoolplein 14. En dan gaan we nog dichter de school in om eigenlijk de omgeving waar de jeugd van 's ochtends vroeg tot namiddag te vinden is, om te hopen dat je daar met een sportievere inrichting de jeugd wat meer in beweging krijgt. Ja, we gaan dat in eerste instantie doen met de Michaelschool, de onderwijsvoorziening hier op het terrein. En we gaan in overleg met Buursport Boksen om te kijken van hoe we optimaal gebruik kunnen maken van het Cruijffcourt hier op het terrein. Nou, dit is nu het 19e Cruijffcourt aangepast, of speciale Cruijffcourt wat is geopend. We gaan volgende week of over 2 weken de 20e openen. En we zijn met 4 andere projecten ook weer bezig om daar een speciaal Cruijffcourt te realiseren. Dus de aanvraag stromen binnen. Wij werven onze fondsen. Dit veldje is tot stand gekomen door en een bijdrage van de foundation, maar ook van de gemeente Boksel en ook de mensen die betrokken zijn bij LaSalle. Maar wij zijn een fondsenwervende instelling, dus wij zoeken bedrijven, particulieren die achter onze missie en visie staan. En we hebben het geluk dat we door de Postcode Loterij gefinancierd worden. Dus op die manier proberen we elk jaar ons geld bij elkaar te halen om zoveel mogelijk jeugd via onze projecten in beweging te brengen.